Ik had vroeger bijvoorbeeld 1000 euro schuld en ik durfde daar met niemand over te hebben. Waarom vertel ik jullie dit eigenlijk? Nou, je denkt vast, wie is die guy met de baard? Wie is die guy met krullen? Wie is die guy die hier voor de camera staat? Nou, ik ben Stanley. Ik ben momenteel nu 27 jaar oud. Vroeger toen ik ook zeg maar rond mijn 13e had ik dus mijn eigen job als krantenjongen. Je kent het wel, elke dinsdag krijg je folders en elke woensdag ga je met kranten vouwen en dan ga je het bezorgen thuis. Sommigen van jullie doen waarschijnlijk iets met folders en plastic en dan verdien je ongeveer 40 euro per maand. Ik verdiende met kranten vouwen en kranten wegbrengen verdien ik ongeveer 100 tot 120 euro per maand. Waar denk je waar ik volgens mij geld aan uitgaf? Waar geef jij nu momenteel je geld aan uit? Laat het eventjes weten hier in de comments en dan weten wij waar jij je geld aan uitgeeft. Ik heb vroeger bij Moneyways gewerkt. Wat houdt het in, Moneyways? Dat wij in het land gaan reizen, wij komen naar jouw school toe en wij gaan vertellen over onze eigen geldproblematiek. Maakt niet uit of het schuld is, of zorgverzekering is, of maakt geld jou gelukkig? Misschien ken je het. Zo ja? Zet het eventjes neer in de comments. Ik heb ongeveer 2 jaar bij Moneyways gewerkt, waarvan ik 3/4 jaar niet kon werken vanwege de corona. Je kent het wel, onze virus hier zo. Maar daar gaat het even niet over. Ja, ik heb dus 2 jaar lang daar gewerkt en met veel plezier heb ik daar jongeren uitgelegd over mijn geldproblematiek. Een van die geldproblematiek, waarom ik dit werk ben gaan doen, is omdat ik vroeger zelf in de schulden zat. Ik had vroeger bijvoorbeeld 1000 euro schuld en ik durfde daar met niemand over te hebben. En er zijn waarschijnlijk misschien meerdere van jullie die misschien 10, 20, misschien wel 200 euro schuld hebben bij vrienden, ouders of misschien wel bij een afterpay of bij een telefoon iets. En zo ja, laat het even weten in de comments. En ik wil zeg maar het gesprek met jou aangaan. Praat, want mensen hebben altijd over goede dingen over geld, waarom dan niet slechte dingen over geld? Dus zoals bijvoorbeeld over schulden hebben of waar moet je geld bijvoorbeeld niet aan uitgeven? Dus daarom ga ik samen met jullie het gesprek aan over geld. Even een korte recap waar we het nu over hebben gehad vandaag. We hebben vandaag gehad wat houdt Money Monday in? Wat ga ik nou eigenlijk bespreken? En dat ik natuurlijk ook jullie hulp nodig heb om nieuwe episodes te kunnen maken. Dus heb jij een leuk idee? Laat het alsjeblieft weten in de comments. En dan zie ik jou de volgende keer. Tjus!